Deze oefening is voor de bewegelijkheid van de heupen en van de onderrug. Voor deze oefening pakt u met uw gezonde hand de aangedane hand en brengt u met uw duim in de aangedane hand, houdt uw hand vast op deze manier. Vervolgens gaat u rustig naar voren. Probeer met beide armen richting de schoen en weer rustig terug. Rustig naar voren en weer terug. Als u dit lastig vindt, brengt u twee armen over één knie en beweegt u naar beneden en wissel dat maar met de andere kant. Rustig naar voren, over twee knieën. En over één knie. Andere knie. En zorg ervoor dat u geen pijn heeft in de schouders. De volgende oefening is, als het lukt, naar de zijkant van uw benen. En wissel met de andere kant.